Gele draak meditatie, negatieve banden losmaken. Voordat je deze meditatie doet, moet je ervoor zorgen dat je goed geaard bent. Als je dat nog niet bent, kun je eerst naar mijn grondingsmeditatie luisteren. Het is namelijk heel belangrijk dat je goed geaard bent wanneer je met de drakenenergie in contact komt, omdat die heel sterk kan zijn. Zoek een rustige plaats op waar je niet gestoord kunt worden. Zorg ervoor dat je voeten goed contact met de grond hebben. Vraag aan je gidsen of beschermengelen of ze je willen begeleiden terwijl je contact met de gele draak zoekt. Sluit nu je ogen en concentreer je op je ademhaling. Adem in door je neus en adem uit door je mond. Bij elke inademing ontspan je je steeds meer. Visualiseer nu dat je een gele draak voor je ziet staan. Deze gele draak heeft een sterke, wilskrachtige energie en wil graag dat je goed naar haar luistert. Ze houdt niet van het onrecht wat jou wordt aangedaan en wil je helpen om de negatieve energieën en banden los te snijden. Visualiseer nu dat ze met haar vuur de energieën en banden losbrandt. Als dit gebeurd is, verandert haar adem in een zachte, lichtgele gloed die de wonden die deze banden en energie achtergelaten hebben, dichtmaakt en ze je op deze manier heelt. Als dit gebeurd is, kijk ze of je nog oude wonden hebt die ook geheeld moeten worden. Als je die hebt, dan heelt ze je die ook. Als alles klaar is, bedankt ze je omdat je haar geroepen hebt om je te helpen om de negatieve banden en energieën los te maken en je wonden door haar te laten verzorgen. Je kunt haar ook bedanken, want deze gele draak is altijd blij als ze een bedankje voor haar hulp krijgt. Visualiseer nu dat ze weer wegvliegt op zoek naar iemand anders die ze kan helpen. Concentreer je nu weer op je ademhaling. Adem in door je neus en adem uit door je mond. Bedank voordat je je ogen open doet, je beschermengelen of je gidsen. Beweeg je armen en benen en open je ogen. Je hebt de meditatie volbracht. Aantekening. Weet dat je de gele draak altijd kan roepen als je veel last hebt van negatieve energieën en banden. En ze zal altijd bij je komen om je te helpen. Verder wil ik je bedanken dat je geluisterd hebt naar deze meditatie. En ik wens je nog een fijne dag.